Goedemorgen allemaal, het is vrijdag, dus tijd voor een nieuwe vlog. Ik heb mijn Friday trui weer aan, verrassend. Niels is een boekje aan het uitzoeken, dat gaan wij lezen. En als het goed is, komt zo een collegaatje gezellig lang met haar dochtertje. En ze zal zo aanbellen, dus ik ga nu even lekker lezen en dan klets ik straks verder met jullie. Ja, ik kom eraan! Ik heb net bestelling binnen van de Body Shop. Ik gebruik deze bronzer altijd in 03 medium matte. De Honey Bronze. Ja, kom eraan lieverd. En ik heb nog een handcreme. Want mijn handcreme is uit mijn tas verdwenen. Ik ben hem ergens kwijtgeraakt, denk ik. Deze is de Wild Argan Oil. En dan heb ik nog twee van deze dingen. Gewoon een hele praktische ding. Ik zal ze even laten zien. Dit is een eye color stick. En dan heb ik de kleur Siberian Quartz. Voor iets anders dan wat ik normaal heb. En Cypress Bronze. Ik zal het even laten zien. Dit zijn ze. Het is heel regenachtig geworden. Dus je ziet het alleen zo. Ja, Moppie, kom eraan. Een beetje een mooie aubergine kleur en een bronze kleur. Zoals de naam doet vermoeden. En dan kan je het zo'n beetje vervagen op je ooglid. Dus die. En toen was het ineens avond. En besefte ik me dat ik niet meer heb gefilmd. Tenminste, ik heb wel gefilmd filmpjes. Maar niet meer voor de vlog. Vanmorgen was dus een collegaatje met haar dochtertje hier. Vanmiddag hebben we gewoon lekker een beetje met z'n tweeën rond het huis gerommeld. En ik denk dat hij zo'n rood gezicht. Ik kom net van de fiets af. Want ik was nog even borrelen met mijn beste vriendinnetje en haar man en kindje. Het is nu 6:30. Maar Niels is net nog allemaal borrelnootjes en zo. Maar ik ben nu toch maar voor hem aan het koken. Want Sven is er nog niet. We eten iets met breistampot, geloof ik. Zoete aardappel breistampot. Maar ik ben nu voor hem maar even toch wat anders aan het maken. Er zitten nu worteltjes en aardappels in de pan. Dat pak ik dan tot een pureetje. En ik krijg hier nog wat bij. Maar ik dacht die stampot, dat gaat hem, dat duurt echt te lang voor hem. Hij is nu al een beetje uitgeteld. Ik ga maar even het huis aan kant maken. En dan kan ik niet zo eten. Maar het was wel een leuk dagje, onverwacht, want ik had het dan niet helemaal, tenminste ik had de collega's op de planning staan, maar that's it. Dus nou even weer de rommel opruimen. En dit eten we, je ziet het niet heel goed, maar het is lekker. Ja, heel hard druk aan deze kant. 1, 2, 3 samen. Drukken. Ja. Lekker eten. We zijn weer thuis. Ik heb inmiddels een grote trui aan. En we hebben allebei net gewerkt tijdens Niels' slaapje. Niels werd heel verdrietig wakker. En nou, hij is gewoon niet lekker. Dus hij ligt nu op Sven alsnog weer te slapen. Het regent toch bij bestelen. Dus we blijven gewoon binnen. En ik ga nu echt een nieuwe vlogcamera uitzoeken. Want het duurt veel te lang. En Princess Mewens ligt heerlijk. Want we verschonen vandaag het bed. Omdat ik morgen... ochtend wil gaan zwemmen met de mannen. Dus ik dacht, dan ga ik morgen geen wasjes draaien. Dan doe ik het lekker vandaag. Mittens genieten van en mittens. Ik voel mezelf echt een beetje de held van de dag. Ik heb namelijk, heel ranzig, de putjes van de afvoer in de badkamer schoongemaakt. Maar niet zeg maar van de douche, maar van het wastafelmeubel. Let me see. Hoe ik dat gedaan heb. Laden leeg gehaald uiteraard. Maar dan, kijk, constructie. Ik weet niet of je het kunt zien, maar het zit helemaal in een bocht. Dus die hele bocht heb ik moeten uitbikken. Behoorlijk ranzig. Maar het is gedaan. Ik voel me echt mega stoer dat ik dit gedaan heb. Sterke maag, zullen we maar zeggen. En nu gaan we lekker eten. Jullie vroegen mij laatst wat ik voor boodschappen doe. Nou, is dit niet een hele representatieve week, want ik ben vrij veel zonder Sven. En dat houdt in dat ik dan voor makkelijk ga. Maar ik zal gewoon even een sneak peek in de boodschappen geven. Morgen eten we stoofvlees, dus daar gebruik je van dit soort bier voor. Chips voor Sven. Cheese, onion en bolognese. Dan eieren. Havermout.
knoflook, pizza bodems, puntpaprika, rookworst, speld, pennen volkoren, geen idee, aardappel, zoete aardappel, chips voor bij de chili con carne of iets in die richting. Kruidenmix, dat gebruiken we eigenlijk bijna nooit, maar dit is dus eentje uit de categorie makkelijk. De, hoe heet dat? Mayonaise, dankjewel Sven. Brood voor Niels. Bananen. Dit is mijn chips, bokkels. Kijk op. Dit is wijn voor in de risotto. Dit is instant puree voor mijn ranzige maaltijd die Sven echt niet eet. Maar die ga ik met Niels eten. Dit eet ik eigenlijk nooit hoor. Tenzij ik buikgriep of zo heb gehad, dan eet ik dit. Maar heb ik nu niet. Een keertje appelmoes. We hebben tomatenblokjes. Chilibonen. Mais. En een kleine spa, grote spa. Ertjes. Een friet voor morgen bij de stoofvlees. Broccoli. Parmezaan. Worteltjes. Nog meer worteltjes. Ik neem altijd of worteltjes of snoeptomaatjes mee naar mijn werk. Mandarijnen. Gehakt. Kippetje. Citroen. En yoghurt. En nog meer yoghurt. Tijm. Hoe heet het? Dit zijn, is een seizoensmelange aan champignon. Paddenstoel eigenlijk. Kiwi. Af en toe wissel ik, de havermout af met sojayoghurt. Druiven. Normaal zit er ook aardbeien zo bij, maar die heb ik al gehaald. Ja, kom zo. Spekreepjes. Vlees voor het stoven. Druiven. Ham. En och, dat vind ik zo lekker. Dat is mijn lievelings. En dat is het. Normaal is het dus iets meer. Ik kom zo, lieverd. Niels, niet helemaal lekker. Normaal is het iets meer, maar nu is het simpel. Ik hoop dat jullie dat leuk vonden. Ik ga het snel in de koelkast doen en Niels even helpen. Ik moet er trouwens ook nog bij zeggen dat... Sven die zei wel, we hadden te veel voorraad. Dus het is ook minder dan normaal, omdat ik ook niet alles heb besteld. Want Sven, hoe zei dat nou laatst? Voorbereid zijn op oorlog. Ja, voorbereid zijn op oorlog of zo. Zeg maar, als er voedselnood uitbreekt, dan zijn wij covered. Dus ik moest wat minder bestellen, daar kwam het op neer. Ik snap het niet, want ik bestel altijd precies genoeg voor het gerecht. Dus, oh goed. Dus dat. Goedemorgen, het is zondag en wij zitten in de auto, want wij gaan naar het zwembad. Daar hadden we zin in, hadden we bedacht. Ik moet even tanken. En dan gaan we ervoor naar Merwestein in Nieuwegein. Dat schijnt helemaal vernieuwd te zijn. Wij gaan nooit zwemmen, dus geen idee. We zijn er ooit één keer geweest, echt ver voor Niels, een keer met z'n tweeën. Dan hadden ze ook zo'n buitenzwembad, hebben we op het grasveld gelegen, was heel lekker weer. Ik heb geen idee. Collega's zeiden dat het leuk was, dus we dachten, we gaan ervoor. Dus ik heb, hoop ik, alle zwemspullen mee. Ik heb in ieder geval zwembroeken en handdoeken. Nou, dat is het belangrijkste. En slippers, niet heel belangrijk. Ik heb weer mijn comfy trui aan. Ik heb hier onder mijn badpak aan. En dan op de terugweg wissel ik dat voor ondergoed. Ik dacht, dat is makkelijk. Dan hoef ik alleen nog maar mijn broek en mijn trui uit te trekken. En dan spring ik het water in. En dus ik weet niet of ik mijn camera in het kluisje laat of meeneem, maar dat zien jullie vanzelf. Nou, wij zijn net weer heerlijk bezig zwemmen, dus ik vond het echt fantastisch. Ik heb alleen mijn haarborstel vergeten, maar goed, ja, en geen make-up en zo, dat you snap.
En we zijn bij de Mac beland. Oh lord, maar we hadden er heel erg zin in. Ik weet niet of jullie het herkennen, dat je na het zwemmen echt mega veel zin hebt in zout. Dat dus. Dus we gaan nu Mac eten. Voor de tweede keer in ons leven met Niels erbij. Eén keer was in een onderweg, een keer toen we echt super veel file hadden. In Duitsland of zo geloof ik, zat hij ook een mega poepluier. En nou ja, nu dan. Naar het slagveld. Ik zit lekker op de bank. Net even een beetje opgeruimd. Sven is even met Niels naar de winkel, want we moesten nog wat dingetjes hebben. Ja, het is gewoon een relaxed dagje. Ik film ook niet zoveel, want er gebeurt gewoon niet zoveel. Want het is haar gek. Mama is hier even geweest. Dus we hebben een start gemaakt met de Sint-inkopen. En ja, er gebeurt gewoon niks. Daar komt een beetje op neer. En dat is ook wel lekker, want we hebben echt veel drukke weekenden voor de boeg. Met verjaardagen en dingen. En Niels natuurlijk jarig. Sinterklaas komt eraan. Dus het is ook wel even lekker zo. Dus ja. Heerlijk. Het ziet er misschien niet heel lekker uit. Maar dit is heerlijk stoofvlees. Dressing voor de sla. Die komt er nog aan. En frietjes. Het is een beetje frietjesdag vandaag. En we gaan lekker voor de tv eten. Dat doen we eigenlijk op zondag bijna altijd. En zijn we eten samen natuurlijk. Dat is Niels, die is mijn vrouw. Die doet nu even de muzikale begeleiding. Er staat trouwens een winactie voor een van deze fyne hoodies van youmusthave.nl online. Op mijn Instagram. Kijk daar vooral eventjes. Want die batterij was leeg. Maar wat ik wilde zeggen is, de winactie duurt nog tot 1 december. Dus wil je zo'n hoodie winnen? Wil je zo'n hoodie winnen? Nou zeg, wil je zo'n hoodie winnen? Deze of de roze of een andere. Kijk dan vooral even op mijn Instagram. @karinbenink. Nee, @blondie beauty fashion. Zo, dit gaat goed. Ik ga als een streep, dat is duidelijk. Het is tijd dat ik Niels naar bed ga brengen. En gewoon op de bank ga liggen met mijn been omhoog. Sorry voor de achtergrondmuziek. Er wordt hier driftig gedanst. Ik ga de vlog afsluiten, want veel spannend gaat er niet meer gebeuren. Ik zit gewoon lekker op de bank Gossip Girl te kijken. En Sven is nog wat aan het werk. Het was niet een hele spectaculaire vlog. Ik hoop toch dat jullie het een beetje leuk vonden. Volgende week komt er weer een vlog online. En dan heb ik in ieder geval verjaardag van mijn broertje. Verder weet ik het niet meer zo goed. En volgens mij komt er woensdag ook weer een extra video. Dus ja, ik volgende keer beter. Ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. En ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog. Ik zie jullie echt een volle spotlight. Dus ik zie jullie graag volgende week. Doei, bedankt voor het kijken.